Jong FC Utrecht is afgereisd naar Leeuwarden. De ploeg die vorig seizoen natuurlijk promoveerde naar de Eredivisie. En de mannen van Darai Kalisic creëren de eerste kans van de wedstrijd. Want hier wordt een bal goed teruggelegd op Ryan Elwasrak. Moeilijke hoek. Ja, het zit een beetje tussen een schot en een voorzetting. Eerste poging van de wedstrijd is dus voor de belofte. Dan Cambuur. Dat heeft het seizoen natuurlijk goed gestart. Heeft namelijk 12 punten bij elkaar gespeeld tot nu toe. En staat daardoor op de 9e positie van de Eredivisie. En het is vooral thuis heel erg sterk. Maar daarover later meer. Want hier is het een vlammend schot net buiten beeld. En daar blijft de rebound liggen voor Nick Dodeman. Een man met een verleden bij AZ en ook bij Volendam. En hij zet de 1-0 op het scorebord. Ja, Jong FC Utrecht kijkt dus tegen de achterstand aan. Mannen van Kalisic die het seizoen prima zijn begonnen. 6e positie en 15 punten al bij elkaar gespeeld. En op het moment dat zijn mannen de aanval proberen te zoeken, ligt er veel ruimte achter de laatste linie. Een behoorlijk gat op het middenveld. En dus is daar zomaar Cambuur. Ja, nou, het spreken van een echte verfijne counter, dat is anders. Maar prima uitgespeeld, want daar is weer Dodeman. En zo krijgt Jong FC Utrecht dus ook wel een lesje in effectiviteit. Het is een van de weinige kansen in deze eerste helft. En Cambuur op een 2-0 voorsprong. Dan zitten we in het einde van die eerste helft. Lijkt Jong FC Utrecht eruit te kunnen komen. Maar is deze paas van Albert Nicolas Lotin niet fijn. Sterker nog, hier komt gewoon een kans voor de thuisploeg. Maar die wordt naastgeschoten. Het is een van de laatste wapenfeiten in het eerste bedrijf. Dan de tweede helft. Het staat allemaal erg stil op dat veld. Eén man die aan de wandel is gestart, dat is Mitchell Paulussen. Een goede paas en ook een fraaie afronding van de aanvaller. Zo staat het 3-0 in Leeuwarden. Jong FC Utrecht probeert nog wel wat terug te doen. Dat gaat gebeuren ook via Joshua Mouké. De verdediger die bal blijkbaar als laatste raakt. En zo is de stand 3-1. Ja, Cambuur is in eigen huis bijna niet te kloppen. Gewonnen van Twente, ook van Go Ahead Eagles en ook van Heracles Almelo. Kortom, 9 punten in eigen huis verzameld. En hier in het oefenduel nog een afstandsschot van Velland. Fraaie poging van de aanvaller. En in de absolute slotfase komt er nog één grote kans voor Cambuur. Maar die bal verdwijnt een paar meter naast. En zo eindigt het oefenduel in 3-1. En waren er ook weer minuten voor deze Bagus Kaffi. De man die terug is van wat lichte pijntjes.